Eindhoven Airport hoeft het aantal vliegbewegingen in het weekend niet te verminderen. Zo oordeelde het ministerie van Defensie naar bezwaren van onder andere de omwonenden en de gemeente Veldhoven. Die bezwaren waren tegen de ontheffing die het vliegveld heeft voor het medegebruik van het militaire terrein. Maar de economische belangen van Eindhoven Airport wegen volgens demissionair minister van Middelkoop zwaarder dan de geluidhinder. Het grootste risico van het verminderen van weekendvluchten is dat de drie belangrijkste luchtvaartmaatschappijen, te weten Ryanair, Wizz Air en Transavia, mogelijk uitwijken naar andere luchthavens.